Hallo lieve vloggers allemaal. Dit is weer een nieuwe vlog van Nathalie's Trimvlog. En vandaag gaan wij laten zien hoe je de was- en blaasmethode toepast op een, meisjes? Leonberger. Op een Leonberger. Nou, dit is Larissa. Hi Laris. Hoi. Dat is Esther. Hoi Es. Nou, hun gaan eventjes voor mij de hond wassen. En ik ga lekker niks doen. Ik ga er gewoon bij staan filmen. Wat we doen is, we gaan de hond gewoon lekker nat maken met warm water. Hè, het is wel makkelijk, want we hebben een bad dat op wat hoger kan. En nou heb ik hier 3 flessen klaarstaan met een eetlepeltje dreft erin. Maar nou zou je zeggen dreft, ja, dreft. Een eetlepeltje op 1 liter. Het is hypoallergeen, hè? Want dreft, ja, dat wordt al tientallen jaren gebruikt door verwende huisvrouwen. En wat dreft doet, die haalt alle vuil en zeg maar het beetje vet uit de vacht, waardoor die wol goed loslaat. En dan gaan we om de 10 minuten gaan we lekker doorschuimen. Dus hij wordt eerst helemaal ingezeept met een mix van een eetlepel dreft op 1 liter water. Na 10 minuten gaan wij daar weer een goede shampoo aan toevoegen. Die met warm water is aangelengd. Die gaat er weer overheen. Daarna weer 10 minuten later wordt hij nogmaals ingesopt met een hele lekkere voedende shampoo. Wordt uitgespoeld. Daarna gaat hij helemaal in de crème. Daar wordt hij 10 minuten nog in, moet hij nog even inweken. En daarna wordt hij uitgeblazen. En dat zullen wij allemaal laten zien. Dus hun gaan voorlopig even lekker wassen. En ik zeg, hij moet zeker 40 minuutjes wordt hij behandeld met het wassen. Iedere 10 minuutjes lekker doorschuimen. En nou, als ze dadelijk zover zijn, dan kom ik weer even bij jullie terug. Nou, hij heeft lekker even 10 minuutjes lekker ingesopt gezeten. En hier komt de tweede lading. Goede verzorgende shampoo. Die gaat er lekker overheen. Met alle shampoo, het haar wat echt los zit, dat hij de shampoo opzuigt, dus haar... Even kijken hoor, dan wordt hij zwaarder. Dus de wol die erin zit wordt zwaarder door al het shampoo en het water wat het opneemt. En dan laat het dadelijk ook makkelijk los. En met blazen zou je zien dat er alleen het haar uitkomt wat echt los zit. Dus het haar wat niet los zit, dat blijft netjes zitten zoals het hoort. Want dat is nog niet rijp. En je ziet, hij is heel relaxed eronder. Het is allemaal met lekker warm water. Er komt al wel aardig wat vies haar en wat vies shampoo vanaf. Hij is echt ontzettend braaf. Tot zo weer. Oké, nou, hij is nu voor de 3e keer lekker uitgespoeld. Hij is in de crème geweest. Er zit nog een heel klein beetje in, want dat laten we lekker er nog even in zitten. En nou ja, we kunnen gaan blazen. We gaan het voorblazen vast in bad doen. Want hij, je kan je voorstellen, hij is natuurlijk echt heel erg nat. En ja, nou ja, dat wil je gewoon even in bad hebben nog. Dus Larissa die gaat zo de blazer aanzetten. En dan ga ik even stoppen met filmen. En dan zie ik jullie dadelijk weer terug. Oei. Oké. Nou, hij is vanuit het bad is hij een klein beetje geblazen. En dan, hij staat nu op tafel. Zoals jullie zien, hij heeft dat op zijn hoofd. Dat heet een hoodie. Dat is om zijn oren te beschermen tegen het geluid. Hè, dat kan je voorstellen dat het heel veel lawaai maakt. Maar als je zoiets opdoet, dan doet dat die oren afschermen. Ik blijf gewoon even doorgaan met filmen. Maar jullie zullen zien dat er door deze methode heel veel haar uitkomt en dat je niet zoveel handelingen hoeft te doen qua belasting voor je armen. Nou meiden, ik weet ik kom er niet overheen met het lawaai, maar ik zou zeggen ga maar beginnen.
even wat strakker gezet, want hij gaat iedere keer zitten. Dus je kunt je voorstellen, zo'n hond weegt denk ik 60, 65 kilo, misschien wel iets meer. Om die iedere keer omhoog te moeten hijsen, dat is natuurlijk heel vervelend. Dus de buikband is iets wat heel goed is voor de trimsters. En nou ja, zolang je niet zijn pimeloos ertussen doet, dat hij gewoon zeg maar een beetje kan steunen. Hè. Hij mag er niet in gaan hangen, want dat is ook helemaal niet goed. Maar zoals jullie zien staat hij gewoon relaxed op vier beentjes en hij kan gewoon niet gaan zitten, want dat is niet handig. Tja, we moeten zijn broek gaan uitblazen. Hoe gaat het, meiden? Goed. Veel haar. Veel haar. Jullie zien er een beetje verwaaid uit. Maar het gaat goed, hè? Ja. Er komt heel veel uit. Nou, ik ben benieuwd met zijn broek. Die zal wel flink uitgedund worden. Ja. Dus nou, oké. Okay. Jullie kunnen weer aan de gang.
je een tape gespot. Ja. Kijk, dat is natuurlijk ook fijn als je zo'n hond blaast. Door die enorme vacht zie je natuurlijk niet op de huid. En nu, nu het dus bij ons is, kan je toch wel wat dingetjes vinden. Ik ga heel even kijken. Misschien kan ik hem nog ergens vinden. Nou, het zal wel geen tepel zijn, want die zit niet hier. We gaan hem even opsporen. Opsporing verzocht. Even een close-upje. Als jij dan gelijk even die filtertjes even schoonmaakt. Kijk, wacht even, close-upje. Wat goed dat jij die gevonden hebt. Nou, die verwijderen we ook gelijk. Super. Nou, dat is toch een leuke service. En zo kunnen we de hele hond checken op eventueel teken of vlooien. Die worden dan gratis verwijderd. Dat is geen probleem. Ja, alles is eruit. Oké, nou, ik ga het hem even uitzetten. En als hij dadelijk helemaal geblazen is, dan gaan we hem nog even naveunen. Dat wil ik je ook nog even laten zien. Tot zo! Nou. Oh ja. Rapa. Kijk, we hebben er nog één. Nog zo'n klein stinkding. Ja. Kijk. Hoppa, mag ik even kijken? Oh, ik krijg hem niet scherp. Oh, ik krijg hem niet scherp. Ja, daar is die. Dank u. Nou, hij is bijna klaar. Even lekker een beetje verder met de föhn. Gaan we de voetjes netjes maken. Mega braaf, hè? Ja. Nou, we zijn bijna klaar. We hebben er toch nog wel een uurtje of drie over gedaan. Overal ligt haar. Nou, nog even met een grove kam en dan lukt het? Dan moet ik dus zo komen. Kom. Zo. Nou, die is ook uit de klit. En alle dode haar eruit. Het viel nog tegen, meiden, hoeveel werk het was. Dit oor is helemaal uitgekant, dat heb ik zelf gedaan. Nou, hier helemaal. Oké, nou.
Dan kan ik nog een mooie shot maken als hij op de grond staat. Staart netjes helemaal uitgekamd. Zo, worden zijn nagels nog even verzorgd. Niet echt heel veel af, maar net dat mensen kunnen zien dat we er in ieder geval aandacht aan besteed hebben. Goed zo. Nou, en volgens mij was het hem. Onze Leonberger. Balto. Hoe heet hij ook alweer? Balto. Oh ja, Balto. Ja, dat was ook zo. Nou, heeft hij al een lekker luchtje op gehad? Ja. Ja, heb je ook al gedaan, hè? Dan mag hij zo van tafel af. Kijk, daar komt zijn riem. Zo, dat is een flinke riem. Ik moet alleen dat nog even een beetje netjes kammen. Ja. Borstelen, ja. Even met de borstel. Dat die helemaal weer chic de friemel is. Mag het? Ja, mag wel. Het is gewoon even naar dat het. Heeft daar natuurlijk die lijn gezeten. Nou, super meiden. Even daarbij ze Lies is. Dat bedoel ik, keurig. Nou meiden, ik ben trots op jullie. Ja, wat ben ik daar bezig. Nou, voor de tafel naar beneden. Hij staat niet. En zo ziet onze mooie Balto er weer helemaal op en top uit. Zoiets zou je 1 keer per 6 maanden kunnen laten doen. Nee, want zoals jullie zien is er echt heel veel haar uitgekomen. Zo wordt hij lekker gewassen en ontwold, bijgewerkt en gecheckt op eventueel beestjes. Voorzichtig. Goed zo, jongen. Nou, dan mag hij voor lekker... Nou, daar gaat hij. Mooie jongen. Geef hem lekker een oortje, kan hij even op kluiven. Hij krijgt er ook nog het huis heen mee. Nou, dit was weer een leuke nieuwe vlog van Nathalie's Trimvlog. We hopen dat jullie veel plezier hebben met het kijken. Wij hebben het super leuk gevonden om te maken. Toch, meiden? Ja. En tot de volgende vlog. Doei allemaal.